Mike van Duinen, ik denk dat je een ander debuut had voorgesteld vandaag. Ja, zeker. Je hoopt natuurlijk dat je je 3 punten kan pakken. Dus ja, dat is wel balen. Het ging niet slecht, moet ik zeggen, voorin met jou. Nou, dank u wel, ja. Ja, kijk, ik kan moeilijk tevreden zijn. We hebben verloren, dus dat is jammer. Jammer van deze mooie reeks natuurlijk. Ja, zeker. Ja, het ging goed. Maar ik denk ook vandaag dat we bij Vlaanderen goed hebben gespeeld en weinig kansen hebben weggegeven. En als we voorin wat zuiver waren met de eindpaas, denk ik dat we meer kansen kunnen creëren en dan ook meer doelpunten kunnen maken. Wat is eigenlijk het verschil met de Eredivisie en de Tweede Bundesliga? Ik vind het tempo vind ik een verschil en ik vind het in de Tweede Bundesliga vind ik het allemaal een stuk fysieker. Een stuk fysieker? Hoezo? Ja, toch lastig uit te leggen, zeg maar. Ja, je merkt het gewoon in het veld. Ze zijn verdedigers daar, dat zijn echt verdedigers. En hier in Nederland verwachten we toch meer dat een verdediger ook goed kan voetballen. En daar heb je gewoon echt slopers achterin. En ja, die leveren daarna gewoon keurig het balletje in. Ben je wel blij dat je weer terug bent in de Eredivisie? Ja, absoluut. Zeker. Ik heb vandaag weer 90 minuten gespeeld. En dat is voor mij gewoon belangrijk. Er zit wel stijgende lijn in ieder geval. Ja, zeker. Kijk, wat ik zeg, ik baal natuurlijk onwijs dat we hebben verloren. Maar ja, ik denk wel dat we ervoor zijn gegaan en gestreden hebben. Helaas niet gekregen wat we misschien hadden verdiend.